Ja, welkom iedereen. Ik ga het verhaal vertellen over het belang van Delver voor het geschiedenisboek Oog en Oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed. En ik neem u mee in ongeveer een half uur naar het onderzoek naar dit boek. En ik hoop dat aan het eind u een beeld heeft over het ontstaan van een dergelijk idee. En wat vooral belangrijk is, hoe je Delver kan gebruiken om zo'n idee ook daadwerkelijk tot een boek te laten komen of tot een publicatie natuurlijk te laten komen. Hoe ga ik het aanpakken? Ik wil eerst eventjes een korte introductie geven over mezelf en over herinneringserfgoed. Vervolgens stap ik over naar het idee en het boek, hoe dat zo ontstaan is. En daarna ga ik Delver in het onderzoek behandelen. En dan ben ik bang dat ik even 5 minuten of 6 minuten wat saaier ga worden. Want het zijn uiteindelijk 111 verhalen die ik in Delver heb moeten plaatsen. En om efficiënt te kunnen onderzoeken. En daar heb ik een database voor moeten bouwen. En dat ga ik u zo meteen uitleggen. En ik eindig dan met reconstructie met Delver. En dat is de reconstructie naar het verdwenen borstbeeld van koningin Wilhelmina. Met een, nee niet één, maar met twee verrassende ontknopingen. Dus als u dat wilt zien, dan zou ik zeggen, blijf vooral kijken. Het is een mooie gelegenheid ook om dank uit te spreken aan een aantal partijen. Zonder deze partijen was het boek er nooit gekomen. Dat is de Nederlandse ambassade in Suriname. Prins Bernhard Cultuurfonds, Dutch Culture, Katwijk Drukkersstichting en Universiteit van Leiden. En uiteraard de uitgever LM Publishers. Tot slot misschien de verwachtingen managen. Wat deze presentatie niet gaat worden. Dit wordt niet een handleiding. Hoe gebruik ik Delver? Hè? Dus niet hoe zet ik mijn filters aan. Hoe zoek ik welke zoekwoorden gebruik ik. Hoe moet ik die formuleren. Nee, daar staan genoeg documenten op de KB. Op de website van de KB. Introductie. Ja, ik ben Erik Asselijn, ben 66 jaar en ik ben dus de auteur van het boek over het herinneringserfgoed. Maar wat is nou precies dat herinneringserfgoed? Misschien handig om even te vertellen, criteria. Het is het herinneren aan een bijzondere persoon of gebeurtenis. Twee- en driedimensionaal, dus het zijn beelden, het zijn plakettes, maar het kunnen ook bomen zijn en het kunnen gebouwen zijn zelfs. Het is initiatief door een groep, comité, stichting. Uiteraard altijd onthuld, feestelijk onthuld. Hè. Er moet een gelegenheid zijn om dat te doen. Het materiaal is van alles. Hout, plastic, steen, marmer. En het zit in openbare ruimtes. Je kan er zo bij. Je loopt er langs, je fietst er langs, je gaat met de auto er langs. Maar het zit ook in locaties die niet vrij toegankelijk zijn. Hè. Zoals het... gedenkteken voor 30 jaar van de Centrale Bank van Suriname, die op het achtererf staat en ja, waar je eigenlijk niet bij kan. En het valt allemaal binnen het district Paramaribo, daar hebben we me wel toe beperkt. In totaal is het 2500 uur wat ik aan dit boek heb besteed, aan het geheel. Dus inclusief reizen, onderzoek en schrijven. En ik kan zeggen dat Delver in dit onderzoek, in die 2500 uur menigmaal een ongelofelijke reddingsboei geweest is. En ik weet niet of het zo compleet was geweest zonder Delver. En niet zonder verrassende vondsten. Ik heb twee voorbeelden. Die wil ik even kort behandelen. Het eerste voorbeeld is over professor Flu. Professor Flu is geboren in Suriname, in Paramaribo, 1884. En was 22 jaar toen hij in Utrecht afstudeerde als arts. Echt een super intellectueel. Hij heeft zijn hele leven besteed aan het bestrijden van tropische ziekten. Hij is in 1939 is die ook de eerste en enige rector magnificus van Surinaamse afkomst geweest aan de Universiteit van Leiden. En heeft een borstbeeld in het academisch ziekenhuis van Paramaribo. Nou, ik was op zoek naar zijn leven voor het boek. En dan lees ik in het Nieuwsblad van het Noorden, 22 maart, lees ik in Delver een artikeltje over Flu. Nou, dat ziet u geel gemarkeerd, Flu. Nou, en dat geel, dus even technisch, dat is de OCR, dus de Optical Character Recognition. Dus je zoekterm komt automatisch geel
komt in beeld. Ik ben dat verhaal aan het lezen en ik lees op een gegeven moment dat hij in Nederland is en deel uitmaakt van een groep mensen met z'n vieren. En die bieden een bronzen replica, een reproductie van het grote standbeeld van Wilhelmina in de stad Paramaribo aan de koningin aan. Dat verbaasde mij, want ik was al een tijdje bezig met het onderzoek en ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb toen Suriname ook gebeld, een aantal personen, die hadden er ook echt nog nooit van gehoord. Dat is een mooi, hè? Begin met Delver, onderzoek wordt gestart. En wat is dan, hier is het Koninklijk Huis bij betrokken, dus wat is dan het mooie om te gaan onderzoeken? Dat is in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Ik woon in Noordorp, dus dat is op de fiets springen en 7 kilometer fietsen. Nou, ze hadden van dat beeld, ik heb ze gebeld, ze hadden van dat beeldje nog nooit gehoord. Ze zeiden van nee, meneer Kastlijn, dat hebben wij hier niet in huis. Wat we wel hebben, zijn 60 brieven over het oorspronkelijke beeld uit 1923. Dat kunt u wel inzien. Nou, prima, dat wilde ik graag doen. Dus ik ben naar het Koninklijk Huisarchief gefietst, 7 kilometer. En ik kom in het Koninklijk Huisarchief aan. Medewerkster die begeleidt mij naar de onderzoekskamer. En ik kom die onderzoekskamer binnen. En ik zie op een vormelijke tafel, zie ik dat replica beeldje staan. 1924, dus ik kijk haar aan, ik vraag aan haar, maar wat is dit voor... U had het toch niet, meneer Kastelein? U was heel duidelijk. U was zeer aanhoudend. We hebben het niet kunnen vinden, maar we hebben uiteindelijk nog eens een keer gezocht. We hebben onze oud-medewerkers zelfs gemaild om te vragen of zij nog iets hebben kunnen ontdekken of weten. En, meneer Kastelein, het is klassiek ontdekt op zolder. En we hebben de stof moeten wegblazen en het beeld weer teruggevonden. Het was niet gedocumenteerd. En het begint met Delver en het eindigt met een beeldje wat gered is van de vergetelheid. Dit is het grote beeld uit 1923. Het staat nu bij Fort Zeelandia aan de waterkant. Dus in 1976 is dat daar neergezet. In 1975 bij de onafhankelijkheid weggehaald en 76 neergezet. Dit is het oorspronkelijke beeld voor het paleis. Of voor het onafhankelijkheidshuis, nee. Op het grote plein, gouvernementsplein moet ik zeggen, van Paramaribo. Gered. Ander voorbeeld. En dat is een wat zwaarder verhaal. Kortjo Menter en Present. Drie tot slaafgemaakten die vluchten van hun eigenaren en zij veroorzaken de grote stadsbrand van september 1832. De 60 tot 70 huizen die verdwijnen uit de binnenstad van Paramaribo. Dus dat is smeulend hout geworden. De daders worden opgespoord. Er zijn er drie, die consumenten en procent. Ze worden berecht en ze worden uiteindelijk geëxecuteerd. En geëxecuteerd, dat is levend verbrand voor dit huis op de Heilige Weg, waar die stadsbrand ook daadwerkelijk is begonnen. Nou, ze krijgen in 2000 krijgen ze een gedenkteken. Je ziet Kortjo, Present en Mentor, maar dan zijn het verzetstrijders. En dat is natuurlijk logisch, hè, want dat hele denken over de slaven zijn mensen die streden tegen de onmenselijkheid van dat verschrikkelijke regime van de slavernij. Nou ja, dan, dat is interessant voor het boek, voor het verhaal. Dus dan ga je de volgende stap doen en dat is naar Delver boeken. Ik heb daar een aantal zoektermen ingevuld en ik kom al heel snel op het boek Bijzonderheden betrekkelijk de brand te Paramaribo. En dat zit dus in Delver. Dat is zeer interessant om te lezen en om voor mijn boek te gebruiken. Belangrijk is hier ziet u de veroordeelden, Kortjo Menter en Present. Dit zijn geen fantasietekeningetjes. Dit zijn tekeningen gemaakt door de Surinaamse kunstenaar Gerrit Schouten. 2 à 3 weken
voor de terechtstelling. En ze zaten toen gevangen in Fort Zeelandia. En Gerrit Schouten was weer de zwager van rechter Lammens, die de drie mannen hebben veroordeeld. Goed, dan ga ik doorklikken op het boek. Ja, en dan kom ik in de digitale bibliotheek van Nederlandse Letteren terecht. Nou, dat is een onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek. En daar staat het boek Bijzondere Betrekkingen Den Brand. Ja, en dat kan je downloaden. Dus dan kan je in PDF downloaden, XML downloaden, een tekstbestand downloaden. En je kan zelfs doorzoeken, hier links onder helemaal doorzoeken van het boek. Nou, dat heb ik gedaan. En ik heb dat op een winteravond heb ik dat boek gelezen. Een saillant detail is wel dat op de dag van de executie, en dat is 26 januari 1833, heeft de auteur Teenstra gemeend een advertentie te plaatsen. En dus die dacht van, ik ga een advertentie plaatsen over het boek wat ik ga uitgeven om zoveel mogelijk intekenaren te krijgen. Nou, is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. Want dit is een begin. Dus de eerste letters, de A, de B en de C van mensen die hebben ingetekend. Nou, u ziet af en toe, ziet u achter namen, ziet u aantallen staan. Er zijn er twee, hier twee, bij sommigen vier. En dat zijn dan niet één exemplaar, maar ze nemen er gewoon meerdere exemplaren. En ik heb in het onderzoek ook wel gezien dat vaak de intekenaren, dat waren huurders of eigenaren van het boek, huizen die verloren zijn gegaan. Belangrijk dus voor mijn boek Delver, enorme reddingsboei. En dan het idee in het boek. Ja, ik kom sinds 2010 bijna jaarlijks in Suriname. Ik ben daar figuurlijk eigenlijk nooit meer weggegaan. Wat mij zo treft aantrekt in Suriname is die gedeelde geschiedenis, die gedeelde cultuur, de prachtige historische binnenstad, het gemak van de taal, niet te vergeten. Echt, dat is wel heel erg belangrijk. Je kan al die archieven in, de documenten kan je lezen, de oude kranten kan je allemaal in je eigen taal lezen. Het land bestaat voor 90% uit tropisch regenwoud, dus je kan er fantastische excursies maken. En wat heel belangrijk is, dat zijn die etnische groepen met allemaal hun eigen verhaal. Dat zijn de Afro-Surinamers die vanaf 1600 als gevangenen naar Suriname komen en daar tot slaaf worden gemaakt. De Hindustanen die als Brits-Indische contractarbeiders in 1873 naar Suriname komen. De Chinezen 20 jaar eerder in 1853. En dan hebben we nog de Javanen, de Boeroes en niet te vergeten de inheemse bevolking. Hè, de oorspronkelijke bevolking die daar altijd hebben gewoond. En die nog steeds heel veel hun oude leefgewoontes en leefomstandigheden hanteren. Goed, boeken. Veel boeken over literair erfgoed, gebouwd erfgoed. Infrastructuur erfgoed en geen kleine boeken. Hè. Michiel van Kempen, een geschiedenis van de literatuur. Iets van 1300, 1400 pagina's, groot formaat. Bouwen aan de Wilde Kust, hè. Een prachtige uitgave ook van mijn uitgever. Over de geschiedenis van de infrastructuur, de architectuur van Suriname. Maar, en echt een heel groot maar, geen herinneringserfgoed. Ja, in een klein boekje over voor toeristen van de AWB of van Elmar of Dominicus. Er staan hele kleine artikeltjes in, maar geen herinneringserfgoed. Nou, ik ben dus gaan zoeken, gaan kijken en dan kom ik weer terecht in Delver, natuurlijk. Maar nu niet in kranten of in boeken, maar in tijdschriften. Nou, en wat vind ik? Ik vind daar in het tijdschrift voor aartskundig genootschap een artikel over gedenktekens en gedenkplaten in Suriname van Oudschot Dens. En dat is gepubliceerd in de West-Indische Gids. Nou, dus ik zit nog steeds in Delver, dus ik ga kijken naar Delver, naar de West-Indische Gids. En dan loop je tegen de
grenzen van de elfen aan. Die dij je wel uit telkens, hè? Dus die worden groter en groter en groter. Er komt steeds meer en meer in. Maar de West-Indische gids zat er op dat moment zat het er niet in. Ik had het geluk dat ik op dat moment in de Koninklijke Bibliotheek was. Dus dan loop je naar de aanvraagbalie en binnen een half uur had ik het boek in mijn, of het tijdschrift in mijn bezit. Nou, daar lees je dan in dat een van de gedenkplaten is voor de oprichter Stumpf van de Buitensociëteitenpark. Ja, daar had ik echt nog nooit van gehoord, van Stumpf. En ik ben eens gaan rondbellen, weer in Suriname. Ik kende best wel veel mensen. Stumpf? Echt niet. Nooit van gehoord. Kennen ze gewoon niet. En dat speelt zich dan af, hè, zo rond 1870, 1880. En dan ga je denken van wacht even. Kan ik nou met Delver Stumpf een levenskus geven? Dus kan ik met Delver Stumpf deze meneer tot leven wekken? Nou, als dat kan, dan zit er misschien een boek in. Dan zou ik uiteindelijk een boek kunnen maken. En dat heb ik gedaan. Gekeken in Delver. En Lodewijk Stumpf komt dus tot leven. Kijk rustig hier naar wat er allemaal, het is allemaal groen, het zit allemaal in Delver. En hier zijn de titels van de krantenartikelen. Ja, en de eerste luitenant, hebben we ook op het terrein van Fort Zeelandia. Hij is oprichter in 1877 van de Buitensociëteit Park, wat nog steeds bestaat, een gedenkteken in 1903. Nou, en dan ziet u hier heel veel artikelen. Hij wordt bijvoorbeeld tot eerste luitenant. Hij is lid van het militair gerechtshof. Enzovoort. De opening van het park gebeurt. Hij is in Nederland en vertrekt dan weer uit IJmuiden om naar Nederland terug, of naar Suriname terug te gaan. De koperen plaat wordt hier gemeld. Echt heel veel detailinformatie. En ik heb nog veel meer, hè, dus dit is maar een detail. Wat ik ook heb ontdekt, en dat is wel handig, goed. Dat is hier het originele. En dan kijk ik even of ik hem kan vinden. Nee, dit gaat niet goed. Even kijken. Nee, dan ga ik even snel terug. Ja, nou zit ik er weer. Dat ging niet goed. Nou. Ja, dit is het originele gedenkteken wat toen neergezet is in 1903. Hieronder het originele sociëteitsgebouw. En helemaal onder ziet u een belastingaangifte van Stumpf. En het aardige is, dat is gepubliceerd in 1880. Ik wist niet wanneer hij geboren was. Hier staat dat hij 40 jaar is, dus hij is uit 1840. Ja, dus. Ik heb afgestemd met de belanghebbenden in Suriname. Stichting Gebouwd Erfgoed, hè, die gaat over de oude gebouwen. Directoraat Cultuur van het ministerie van OVC, een belangrijke speler in het herinneringserfgoed. En Stichting Surinaams Museum heb ik in afgestemd. Ja, en die zeiden van Erik, we hebben wel informatie, maar we hebben geen complete overzichten, we hebben geen archieven. Graag doen. Ja, doen. Goed. Ja, ga er maar aan staan. 111 uiteindelijk dan, hè, na lang zoeken. Maar na 111 gedenktekens. Ja, en dan is Delver centraal. Dat is zo belangrijk voor het onderzoek geweest. Dus dat is de basis ook weer geweest voor het boek en voor al de verhalen. Maar hoe pak je dat aan? Ja, dat gaat dan eventjes. Die database, hoe pak je het aan? Nou, belangrijk is stap 1, dat is welke kranten gebruik je? Nou, belangrijk is het boek voor mij geweest, kranten, hè, de geschiedenis van de Surinaamse pers, is echt belangrijk. En daar staan heel veel kranten in. Ik heb er hier een paar, die staan daar op de horizontale lijst. Vervolgens is de tweede stap, is waar zijn ze te vinden? Nou, het is het Nationaal Archief Suriname, Koninklijke Bibliotheek uiteraard, Universiteitsbibliotheek Leiden en in Delver, in de applicatie Delver. Nou, niet alle kranten, niet alle jaargangen zijn in die bronnen te vinden, dus die heb ik dan ook onder de krantnamen aangebracht.
En dan is de volgende stap, hè, de derde stap, zijn de referentiedata. Nou, daar heb ik gekozen voor de data van onthulling. Hè. Dus bij Barnett Lyon, de eerste maar even nemen, 7 januari 1908. Dat is een mooi uitgangspunt om te kijken waar ik het kan vinden. Ja. Dus heb ik het van al die 111 zaken gedaan om efficiënt en effectief onderzoek te kunnen doen. Vierde en laatste stap is het vullen van de matrix. Nou, alles wat groen is, dat zit in Delver. Dus kan ik dat als eerste doen. Hè? Kan ik dat thuis, kan ik dat allemaal gaan lezen. Hè? Van Asperwijk uit 1904. Nou, zit gewoon in 1, 2, 3 kanten, zit in Delft, dus daar kan ik mee aan de slag. Het monument van 7 juni 1989, de verschrikkelijke vliegramp in Suriname. Die kanten zitten niet in Delft, dus die moest ik dan in onder andere Universiteit Bibliotheek Leiden gebruiken en in het Nationaal Archief Suriname. Goed. Lukt dat dan? Komt het dan tot leven? Eerder gezien bij Lodewijk Stoenf. Nou, we hebben nog een ander gedenkteken. Een dame die ook volstrekt onbekend is. Weduwe Bosvisser, 1842-1931. Ja, en haar hele leven wordt verteld door Delver. Ook hier weer een klein overzicht van wat ik heb gevonden. Zij komt in 1853 naar Suriname met haar ouders. Is 17 jaar als trouwt met Schipper Bos. Begint een bedehuis Anetta voor wezen en arme kinderen. Heel veel verhalen over haar leven. En hoe belangrijk zij is geweest is bijvoorbeeld wel. Op een gegeven moment is zij rond 1900 of 1910 is ze ernstig ziek. En de gouverneur verbiedt dan. Klokken luiden en het afschieten van kanonnen voor de tijdsaanduiding. Goed, dit is zij. De gedenkplaat in de hervormde kerk op het kerkplein in Paramaribo. Ik ben er geweest, echt onbekend. Ik vroeg aan de dames die daar werkten van waar is haar plaquette? Ze kenden haar niet. Nou, met Delver komt ze helemaal tot leven. Tot slot, het verhaal over het verdwenen borstbeeld van Wilhelmina begint bij Delver. Zoals veel zaken bij Delver beginnen uit mijn boek. Ik wist op een gegeven moment, hè, ik praat veel met mensen in Suriname, en ik wist op een gegeven moment, er is een borstbeeld van Wilhelmina in de stad geweest. Maar het is verdwenen, niemand weet meer waar het is. Heeft op het terrein van de ambassade gestaan, maar nou, ze wist het niet. Dus ik ben gaan zoeken. Nou, en dan kom ik op een gegeven moment kom ik in een krant uit 1908. En daar zie ik een artikel staan over de vrouw van de gouverneur Fok. Die is op werkbezoek. Op een Melaatse inrichting in de stad Paramaribo. En die Melaatse inrichting is Mayella. Zij is op een werkbezoek en ze heeft duidelijk de opdracht gekregen van Wilhelmina. Van als je daar bent, dan moet je vragen aan de patiënten. Wat zouden jullie nou als cadeau willen hebben van de koningin? Dat heeft ze gevraagd en u ziet in kapitale letters. Het antwoord van de Melaatse, en dat is mooi. Ze wilde heel graag een buste hebben van Hare Majesteit op het Mayella-terrein. In de stad Paramaribo aan de Gravenstraat. Nou, het Mayella-terrein, dus dat wist ik. Dat zou er komen, dat wist ik. Oké, goed. Is het er ook gekomen? Ja, het is er daadwerkelijk gekomen. Ook hier weer een artikel van 17 april 1909. Dat het onthuld is door mevrouw Fok op het terrein van de Mayella-inrichting. En het heeft natuurlijk weer te maken met het Koningshuis. Dus wat is dan een logische stap? Delver zet mij op het spoor van het Koninklijk Huisarchief. Nou, daar ben ik weer gaan kijken. En wat vind ik dan?
daar vind ik een briefwisseling tussen de particulier secretaris en het atelier Ghisanti. Een groot atelier Ghisanti in Amsterdam die ruim 150 jaar heeft bestaan. Nou, en in deze brief wordt duidelijk aangegeven dat het verhaal, of dat de buste er komt en dat die 500 gulden gaat kosten. Dat is mooi. Dus het is ook daadwerkelijk onthuld, maar ik heb nog geen idee. Ik heb nog steeds niet gevonden. Ik heb nog steeds ook geen idee hoe het eruit ziet. Nou, Mayella is begonnen door redemptoristen. Redemptoristen is een katholieke stroming. Toen ben ik in het stadsarchief van Tilburg terechtgekomen, waar de redemptoristen wel vandaan komen. En ik ben daar gaan kijken en wat trof ik daar aan? Een oude foto van Leporosie Mayella omstreeks 1900 aan de Van Sonneldijkse Kreek. En dat ziet u links over een mooie houten brug met daar iets verderop de houten kerk en links ook rechts de woningjes van de patiënt. En dat is heel belangrijk. Ik vind ook een ansichtkaart van het boerspeeld van Wilhelmina. Dus ik heb ook daadwerkelijk nu ontdekt dat het borstbeeld ook echt heeft bestaan. En ik weet nu ook hoe het eruit heeft gezien. Nou, de sokkel is trouwens omringd door de verpleging. De liefdeszusters van Tilburg, die daar tot 1964, zo lang heeft Mayella bestaan, de zieken hebben verpleegd. Goed. Maar ik heb nog steeds het beeld niet. Nee. Ja. Ik ken veel mensen in Suriname. Op een gegeven moment zei een medewerker van mij van het Surinaams Museum van Erik, kom eens naar het depot van het Surinaams Museum. Daar hebben wij best wel spullen staan van het Koningshuis. Ook over Wilhelmina. Maar we weten niet precies wat het is. Zou jij eens kunnen kijken? Nou, ik ben daar naartoe gegaan. Op de eerste verdieping. Buiten was het toen ongeveer 32 graden. Boven was het 42 graden. Dus ik was echt binnen een minuut drijfnat. En heeft dat nou geloond? Ja, dat heeft geloond. Kijk, het begon bij Delver. Ja, en het eindigt met een vondst van het borstbeeld van Wilhelmina. Op zolder, op de grond, tussen verhuisdozen, bij stellingkasten. Van het borstbeeld van Wilhelmina uit 1900, gemaakt door atelier Ghisanti. Prachtig. Nou, is dat nou einde verhaal? Nou ja, ik had dit vraagteken niet gesteld als het inderdaad einde verhaal is. Dus er zit nog een vervolg aan. En dat is wel mooi. Ik wist op een gegeven moment dat de oude Mayellebrug nog zou bestaan. En niet de houten, maar een stenen brug die ongeveer in 1930 is gebouwd. Nou, die is helemaal ingebouwd tussen laagbouwgebouwen. Niet bereikbaar. Is echt helemaal ingebouwd. Onbereikbaar. Maar ik heb hem wel gevonden. En hij bestaat dus nog steeds, die brug. Nou, u ziet het hele kleine, smalle watertje van de Van Sonneldijk Kreek. Vroeger gingen daar boten overheen. Tegenwoordig is die bijna helemaal doodgevallen. Maar hij bestaat nog steeds, die kreek. Nou, ik heb daar heel veel foto's van gemaakt. Dat vond ik wel fascinerend, want niemand kende hem ook, deze brug. En nogmaals, het is particulier terrein ook van een projectontwikkelaar. Je komt er helemaal niet op. Ik had toestemming gekregen. Nou, dus ik heb foto's gemaakt. En ik loop weg. En ik ben bij de uitgang. En ik draai me nog één keer om en denk van, ik maak een mooie grote foto van de brug op afstand. Dus ik kijk en ik kijk naar de sokkel. Bizar. Die staat dus in 2019 staat hij op het terrein van de projectontwikkelaar bij het Oud Vuil. En kijk. Dit is de sokkel die bij het Oud Vuil staat. En dit is de sokkel uit de ansichtkaart van omstreeks 1910. Dat is exact de sokkel. Dus
het borstbeeld teruggevonden, de sokkel teruggevonden en het wachten is eigenlijk nu nog op het samenbrengen van beide onderdelen. Het begon allemaal met Delver. Goed. In de collecties, ja, ik ben aan het einde van het verhaal. Het boek is verschenen in mei 2020. Midden in de coronatijd, ja, was niet een briljante planning, helaas, maar het is niet anders. In ieder geval, het boek zit in de Anton de Kom collectie van de Universiteit van Suriname. Uiteraard in de Koninklijke Bibliotheek en in een groot aantal, of een aantal openbare bibliotheken. En wat mij zelf heel erg pleziert en goed doet, is het volgende. Hij zit ook in deze bibliotheken. Dus alle hogescholen en universiteiten die geschiedenisopleidingen aanbieden, hebben ze ondertussen al het boek aangeschaft. Dus in de Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Windesheim, Rotterdam, allemaal. En nog meer, ja, heel mooi. Kijk, en ook in een groot aantal musea is die te vinden. Ook in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te vinden. En wat ik zelf heel mooi vind, in passend lezen. En wat is passend lezen? Daar komt hij in, dat is voor blinden en slechtzienden. Hij wordt in productie genomen als luisterboek en wordt in maart 2021 komt hij beschikbaar. Ja, dat vind ik, en dat is natuurlijk dat is heel mooi. Goed, tot slot, het einde. Ja, dan kom ik weer vol in beeld. Bedankt voor de aandacht. U kunt altijd met mij contact opnemen. Als u presentaties wilt, lezingen wilt voor uw doelgroep, neem contact op. Ik vind dat prettig om te doen. Ik vind het leuk om te doen. U kunt me mailen, maar u kunt me ook naar de website gaan. Ja, oog en oog bij Maribo. Gebonden, 328 pagina's. Het is nu ook het is verkrijgbaar in de boekwinkel. En het is ook nu verkrijgbaar in de webwinkel van de Koninklijke Bibliotheek. Dus ik zou zeggen, ja, het is de moeite waard. Bedankt en nou, tot de volgende keer.